welkom bij deze nieuwe video review van Gamersnet. Eigenlijk in exact dezelfde beeldverhouding voor de kijker. Ja. Maar in een hele andere omgeving. Is mijn woning. Jouw woning. Ja, mooi hè. Lachen. En maar, andere is de rode muur even, dat is alles hetzelfde. Ja, ik wil zeggen, de oplettende kijker, ja. Die ziet dat de muur dan rood is. Maar voor de rest jongens, we hebben alles lekker gewoon verhuisd. Ja. En we gaan het vandaag hebben over een hele bijzondere game. Een heel ander soort game, namelijk Super Mario Maker DOS. DOS. En daar heb jij gespeeld? Ja. Al een tijdje? Ja, Super Mario Maker 1 is op de Wii U verschenen. En ja. De grap is dat heel veel games die op de Wii U zijn verschenen, nu in een soort van re-release komen naar de Switch. Omdat ja. Heel veel mensen de Wii U niet hadden, want het was niet zo'n succesvolle console. Ja. Dat kunnen we niet zeggen van de Switch. Mega succesvol. Ja. Maar we kunnen niet zeggen dat Super Mario Maker 2 een soort rework is van Super Mario Maker 1. Gelukkig. Want damn, wat gaan wij de diepte in zijn met deze game. Het is echt een deel 2. Het is echt meer, ik vind het meer dan een deel 2. Het is het aantal opties om levels te bouwen. Het is echt mind fucking blowing. Is het gewoon deel 3? Eigenlijk is het deel 3. Super Mario Maker 3. Je hoort hier als eerst. Wauw, nice. Ja, het is echt heel erg vet. Vertel. Ja, we beginnen met de story mode. Ja. Nintendo wil heel graag laten zien wat je allemaal kan met Super Mario Maker. Het gaat natuurlijk om het bouwen van eigen levels, die je ook nog eens kunt delen met de rest van de wereld. Mm. Maar om je daarmee te introduceren, heeft Nintendo een story mode gecreëerd. Waar ze 100 levels hebben gemaakt, dus ze hebben echt een story gemaakt. Hè? Princess Peach, kasteel is kapot. Dat is nieuw. Normaal wordt ze altijd gekidnapt. Normaal wordt ze gekidnapt, ze is er ook niet. Maar het kasteel is kapot. Dus de Toads worden die krijgen de opdracht om haar kasteel te maken. Ja, ik vind het toch een beetje awkward. Je zei net ook in de podcast al dat die Toads dan al die spullen moeten dragen. Ja, die moeten en al zo. Spullen sjouwen ja. En die zijn echt aan het werk. Dus daar wat aan de hand. Maar goed, het kasteel kost geld. Dat geld moet je verdienen en daar is Mario bij. Je moet verschillende levels doorlopen, 100 stuks. Juist. Met het geld wat je verdient mag jij kiezen welk deel van het kasteel je als eerste laat herbouwen. Ja. En dat duurt dan ook een aantal beurten voordat zo'n kasteeldeel gebouwd is. Nou, uiteindelijk heb je een kasteel gebouwd. Gaat het allemaal niet om. Flinterdun verhaal. Wel leuk gedaan, absoluut. Alleen daar in die 100 levels laat Nintendo zien wat jij allemaal zou kunnen met Super Mario Maker 2. Het is een leerschool. Het is een leerschool. En ik raad je ook absoluut aan om het te doen. Want niet langer is het best wel een simpele opzet van levels bouwen. Maar we gaan echt de diepte in. Er zijn echt heel veel nieuwe opties die gewoon het bouwen van levels zoveel complexer maken. Ik kreeg soms bijna, en dan niet qua hoe het eruit ziet, maar qua diep gewoon bijna het idee van Little Big Planet. Gewoon qua hoe diep je kunt gaan om levels te bouwen. Dat is echt ontzettend vet. Dus sowieso, story mode is eigenlijk een soort tutorial-ish met iets van een verhaal om jou te leren hoe dat werkt. Ja. Dat heb jij gedaan natuurlijk, om daar wat van te leren en het een en ander. Heb je ook al zelf een level gemaakt? Ja, natuurlijk. Ik ben daarna best wel snel aan de slag gegaan met het maken. Ja, van eigen levels. En dan merk je gewoon dat de complexiteit best wel groot is. Ik bedoel, alleen al de toevoeging van sleutels is bijvoorbeeld, ik neem maar één voorbeeld, is al een voorbeeld waardoor het allemaal veel dieper wordt. Dat je bijvoorbeeld eerst een sleutel ergens moet halen en dan pas in dat deurtje kan. En waar gaat dat deurtje dan heen? Naar welk ander level gedeelte gaat dat deurtje? Nou, dat kun je ook instellen. Je kunt een buis instellen dat als je erin gaat dat het level op zijn kop gaat. Vet. Ja, dan moet je ergens anders ook weer een buis hebben dat het level weer terug gaat. Je kunt met Mario Kartjes aan de slag gaan. Je kunt de snelheid van de levels bepalen. Je kunt, als je een buis maakt, kun je naar een nieuw level. Hoe ziet dat nieuwe level in de buis eruit? Het is allemaal on steroids. Je kan superveel verschillende omgevingen bedenken. Bijvoorbeeld, hoe snel stijgt het lava? Hoe snel gaat het lava omhoog? Okay. Hoe snel loopt het level mee? Hoe snel stijgt het water? Het is zo ontzettend diep dat je echt als 1% van de mensen zeg maar, zich echt bedreven voelt in het maken van Mario levels. Dan hebben wij voor de komende jaren gewoon een hele bibliotheek aan hele vette levels. Ja, want je noemt nu een aantal dingen. Ja, ik lees ook vooral de geschreven review, want dit is natuurlijk een beknopte samenvatting. Er zitten zoveel opties in, veel uitgebreider in de geschreven review op gamersnet.nl. Ja, want je noemt een aantal dingen daar hadden we het net ook heel even over. Je hebt natuurlijk de traditionele Mario levels en ik had heel erg het gevoel in Super Mario Maker 1, van wat ik ervan gezien heb, dat je sowieso als maker best wel bezig was met het maken van dat soort traditionele levels. Wat erin resulteerde dat door de community gemaakte levels, de populaire levels waren voornamelijk gewoon hele moeilijke platform levels. Ja. Maar hoe zit dat nu? Ja, dat natuurlijk kan dat nog steeds. Maar omdat je zoveel meer tools hebt, kun je er als het ware kun je veel meer met puzzels. Er worden gewoon, dat is het eigenlijk. Het is de toevoeging van puzzels. Weet je wel, als je een sleutel ergens kan halen en je moet hem bijvoorbeeld in een kamer
moet je hem vinden dat je weer extra... Bijvoorbeeld, je hebt ook nu al van die wervelwinddingetjes, waardoor je weer omhoog gaat. Allemaal van dat soort kleine nieuwe opties. Veel meer tegenstanders die je kunt gebruiken, maar ook veel meer hulpmiddelen. Je kunt veel meer een soort van complexe, bijna RPG-ish-achtige puzzelsysteem maken in jouw level. De mogelijkheden zijn eindeloos. En ik vind ook dat Nintendo hier van iets afstapt. Want ook Nintendo zelf maakt nu niet alleen maar platformlevels in de 100 levels die ze ons voorschotelen. Zij doen daar ook gebruik van maken. En ik vond altijd, in Mario Maker 1 waren de levels die Nintendo zelf maakte nog altijd echt die platformlevels die we altijd al sinds 30 jaar spelen. De standaard levels. Ja, maar Nintendo experimenteert nu ook met een soort andersoortig level. Met meer zoeken, met trucjes, met meer puzzelen. Dus eigenlijk is het in plaats van dat het traditionele gameplay is waar ze iets van een gimmick aan toevoegen. De hoedjes die je gooit in Odyssey, de 3D-planeetjes in Galaxy. Heb je veel meer eigenlijk dat je eigenlijk als het ware in de wortels van die boom al iets verandert. Absoluut, en dat doet Nintendo zelf nu ook. Dus ik vraag me heel erg af wat de toekomstige Mario 2D levels gaan, games gaan zijn. Want dit biedt heel veel mogelijkheden. Super Mario 3D World thema zit erin. Dat betekent niet dat je een 3D kan brouwen, maar wel in het thema van Super Mario 3D World. Ja. Dat staat wel los van de andere thema's, omdat dat te veel zijn eigen ding heeft. Je hebt dan de catsuit, je hebt de glazen buizen, je hebt een aantal upgrades, die uitroeptekenende blokken en zo. Maar hoe ziet het er dan uit in 2D? Want zo'n glazen buis was het hele idee natuurlijk, dat je dan van bijvoorbeeld eilandje naar eilandje ging. Ja, gewoon, het is gewoon die game, maar dan voor 2D-ificeerd. Dus het ziet er ook super leuk uit. Die achtergronden zijn ook echt van Super Mario 3D World en heel zo. Goddig. Muziek, ach damn, je kunt gewoon muziek gebruiken uit Super Mario Sunshine, Super Mario 64, Super Mario Galaxy, het is echt zo tof. En dat kun je ook zelf toevoegen wanneer welk muziek je moet afspelen in het level. Exact, ja, exact. Oh, en ook welke heel geluiden tof. Op welke manier, op welk moment. Ik heb ook wel meer het gevoel dat bij deze, het is ook inderdaad daadwerkelijk heel satisfying is om er extra tijd in te steken, omdat je dan, in plaats van dat je alleen bijvoorbeeld een platformer maakt waar op een gegeven moment misschien een achtervolgstukje in zit, of een lava wat omhoog komt, kan je dan dus ook zelf dan na gaan denken welk muziekje past daarbij of wanneer wil ik dat in laten springen of wil ik dan het scherm sneller omhoog laten gaan. Nou, sterker nog, je gaat gewoon mensen hebben die gaan gewoon Nintendo 64 levels, Nintendo 3D of Super Mario 64 levels maken in 2D. Omdat je nu kan het thema van de game een beetje kiezen wat erbij past, de muziek van de game die erbij past, gewoon de vibe van de game. Hmm. En ik kijk er gewoon heel erg naar uit. En dan komen we bij het laatste gedeelte waar ik het over wilde hebben en dat is Super Mario Media. Super Mario Maker 2 als social media. Oeh, want je kunt natuurlijk levels delen. Dat kon in de eerste soort van ook. Ja, maar dat is verbeterd. Zag je door de bomen in het bos niet meer. Ten eerste waren er heel veel Japanse levels. Ja. Niks tegen mensen uit Japan, maar ik kan het niet lezen. Dus is het heel moeilijk als je een lijst met Japanse teksten hebt. Welk level is nou goed en niet? Ja. Je kan dat nu uitzetten. Je kan kiezen voor alleen Noord-Amerika, Europa. En je kunt mensen gaan volgen. Je kunt sowieso levels liken en levels disliken. Dus dat is natuurlijk een ranking systeem. En je kunt ook je favoriete bouwers gaan volgen. Wat straks gaat gebeuren is dat ik waarschijnlijk een bouwer of 15 ga volgen die ontzettend goed zijn in hun werk. Ja. En dan heb ik gewoon continu een toestroom aan nieuwe levels. Je selecteert een eigen naam, een eigen avatar. Weet je krijgt echt een soort van gezicht op, die course world, zoals het heet, in het sociale medium in Super Mario Maker 2. En ik denk dat daar ook heel veel stappen in zijn gemaakt. Want in Super Mario Maker 1 was het echt... Ja, het was best wel chaos. Je had gewoon heel vaak dat je... Heel dat druk. En ik kan me ook heel goed voorstellen wat jij nu zegt, dat je op een gegeven moment gewoon bijvoorbeeld een hele populaire puzzelbeelder gaat krijgen. Die maakt altijd hele diepgaande puzzellevels waar je deuren moet openmaken en terug moet komen. Maar er zullen ook beelders zijn voor mensen die zeggen van dat zijn levels die je moet in anderhalve minuut uitspelen. En dat zijn hele moeilijke platformers of zo. Dat is altijd moeilijk met user-generated content. Hoe scheid je het kap van het koren? Weet je, wat zijn de beste beelders? Het feit dat je nu mensen kunt volgen en shit, maakt dat ook dat het wat overzichtelijker wordt. En dat je dus ook vanzelf merkt, lijkt mij dat bouwers die en veel volgers hebben en heel veel likes krijgen op hun levels, dat die natuurlijk eerder aangeboden worden aan nieuwe spelers. Absoluut. Dus eigenlijk in een notendop is het de story mode is fijn, omdat het is namelijk veel uitgebreider, dus je wordt niet meteen in het diepe gegooid. Ja. Dus meteen ook het tweede, er zitten gewoon 2,5, 3 keer zoveel dingen in die je kan doen, dus dat is gewoon echt een deel 2. Ja. En het laatste is, het delen en bekijken van andere werelden en puzzels is gewoon veel overzichtelijker gemaakt. Ja, en dan hebben we ook nog multiplayer. Je kunt multiplayer levels maken. Je kunt met mensen levels bouwen, thuis op de bank. Multiplayer bouwen? Ja, zeker. Je kunt met elkaar gaan bouwen. Nou, de game is propvol met vette opties. Nice. Je zal nooit alles gebruiken, maar alles kan. En dat is eigenlijk wat Super Mario Maker 2 is. De game is 9,5 gegeven. Dit is de game die Super Mario Maker 1 had moeten zijn. Alhoewel, dat was ook een mooie introductie. Maar hiermee kun je echt alles. En als 1% van de mensen vette levels gaat bouwen, dan hebben we de komende jaren genoeg content.
om van te genieten.